plastic zoet weg mee. Ben je ook zo dol op dieren? Stel haar wel. Op een dag vindt ze vreemde korrels op het strand. Het lijkt van plastic. En alle dieren in de buurt zijn ziek. De vogels worden ziek. Wat kan ze eraan doen? Ze gaat kijken met haar vader wat ze kan doen om de dieren te redden. Ook wij gaan de dieren redden. Welkom bij deze workshop. Ik ben Sharon van Studio Droombeeld en vandaag gaan we de zee tekenen. Wat heb je nou nodig als je gaat schilderen? En zeker als we de zee gaan schilderen. Ik werk het zelf altijd het liefste met ecoline als ik de zee ga maken. Omdat ecoline gewoon heel dun is en het is heel waterig. En water lijkt natuurlijk op de zee. Naast de ecoline hebben we nodig een potje met water of een glaasje met water om je kwast in te spoelen. En om te gebruiken bij je tekening. Daarnaast gebruik ik ook altijd een paletje waar ik dadelijk de ecoline kleurtjes in ga doen. Want anders zit ik steeds met dezelfde kwast in een potje en dan gaat de andere kleur er weer in. Dus op deze manier blijven de kleurtjes mooi gescheiden. En ik heb altijd meerdere kwasten. Dus dan kan ik in ieder geval een beetje spelen met de kleuren en het water. En natuurlijk, ook heel belangrijk, het papier. Ik heb ook meerdere papieren klaar liggen, omdat we ook meerdere testjes gaan doen. Het papier wat ik gebruik is sowieso wat dikker. En als je goed kijkt, heeft het ook een beetje een structuurtje. En dat structuurtje dat zorgt ervoor dat het water goed opgenomen wordt. En als je wat dikker papier gebruikt, dan gaat het ook niet zo bollen. En dit is echt aquarelpapier. De eerste tip die ik jullie eigenlijk wil geven met ecoline is dat je ook eerst je papier nat kan maken voordat je de ecoline op doet. En dan wordt het eigenlijk echt pas mooi, die ecoline. Dus dat ga ik even laten zien. Ik leg deze kwast even weg, want die hadden we gebruikt om de kleur te doen. En daarvoor pak ik zelf altijd een wat grotere kwast. Dat is natuurlijk wat makkelijker. Dat het water wat kleur heeft is niet zo erg. Dat is natuurlijk maar een heel klein beetje. Dus wat ik doe is een goede natte kwast. En wat ik nu ga doen is eerst eventjes een rondje neerzetten met water. En ik tik het nog even wat aan, dat er nog wat extra water opkomt. En nu kan ik dus, en we houden het even bij dat groen, de andere kwast pakken. En dan zet ik hem er eigenlijk alleen maar in. En dan kan ik misschien wat experimenteren en kijken wat er gebeurt. Nou, nu zie je dus eigenlijk echt een beetje dat golvende en ook dat water erin komen. Dus zo kan je misschien eventjes wat testjes maken. Ik heb eventjes een nieuw velletje papier gepakt, omdat we doorgaan naar de volgende oefening. Wat ik dus straks eigenlijk al zei, van welke kleur heeft de zee eigenlijk? Weten jullie het? Ik zie eigenlijk altijd heel veel kleuren in de zee. Groen, blauw, maar ik heb zelfs ook een keer een beetje roze gezien. Wat ik nu met jullie wil gaan doen, is dat we de kleuren ook echt gaan mengen. Dus in elkaar gaan overlaten lopen. En hoe doe je dat het beste? We beginnen eigenlijk weer met de tip van de straks. We maken eerst papier nat. Dus ik heb nu twee keer met een kwast wat water erop gedaan. Ik kan er nog even wat extra bij doen om het te laten zien. Dus het is eigenlijk gewoon wat water. En hier ga ik wat kleuren inzetten. Ik ga nu wel eventjes met dezelfde kwast de kleuren in. Jullie kunnen straks ook voor elke kleur een andere kwast gebruiken natuurlijk. Ik pak heel even deze kleur. Dus wat je kan doen is eigenlijk gewoon erin zetten. Nou, misschien nog een beetje van deze kleur erbij. En misschien ook toch nog een beetje van deze erbij. En dan zie je eigenlijk al, ik ga er ook een beetje doorheen natuurlijk. Maar je ziet eigenlijk al dat het heel mooi in elkaar gaat overlopen. We gaan er nog eentje doen. En nu zie je het nog niet zo heel erg goed. Maar als het dadelijk opgedroogd is, dan zie je echt een hele bol van kleur eigenlijk. Dus je ziet dat ik heel veel water er ook op doe. Deze nog een beetje. Dus die kunnen we hier nog een beetje opzetten. Soms gebruik ik ook even het doekje om de kwast wat droger te maken. En misschien kunnen we nog een mooi paarse onderin maken. Probeer maar eens op deze manier echt een velletje te vullen. Want iedere keer is het weer anders. En dat is eigenlijk ook het allerleukste, vind ik, aan ecoline. Dat je er niet helemaal grip op hebt. Dus het is ook altijd een beetje met werken met het toeval. En te kijken wat er gewoon gebeurt. En aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel een beetje sturen wat er gaat gebeuren. Nu we dit onder de knie hebben, kunnen we echt aan de slag.
En gaan we nu een echte zee proberen te tekenen. Eigenlijk gaan we doen wat we in de laatste oefening deden. Dus de kleuren in elkaar over laten lopen. Maar nu gaan we eerst bedenken wat voor vorm we gaan doen. Dus het kan eigenlijk alle vormen zijn. Hè? Je moet even bedenken hoe jouw zee eruit gaat zien. Ik ga eventjes bijvoorbeeld wel met een golf iets doen. En ik ga even wat een kleiner deel van mijn papier doen. Zodat jullie het wat beter kunnen zien. Je kan zelf natuurlijk gewoon je hele vel gebruiken. Of een groter vel. Wat je zelf wil. Nou, eerst er heel veel water erop, hè, zoals je ziet. Als je de kwast wat op het papier slaat, wat ik doe, dan zie je dat er eigenlijk wat meer water uitkomt. Dus dan hoef je niet iedere keer die kwast erin te doen. Je kan ook altijd nog wat water erbij zetten. Ik ga weer eventjes wat groen erin gooien. Dus ik begin hieronder. En dan laat ik het eigenlijk omhoog lopen. Het gaat eigenlijk vanzelf, hè, omdat het water daar naartoe loopt eigenlijk. Dus ik ga ook hier weer wat in. En dan ontstaat er eigenlijk al een klein beetje zee. Ik had ook nog een andere kleur groen, die ga ik er even bij zetten. Soms heb je op de bodem natuurlijk nog een beetje zand liggen. Het is een beetje zandkleur. Dus dat kan ik ook nog in doen. Een beetje meer van de zienwijd. Zo zie je alweer de kleuren. Heel even de waterkwast neerleggen. In elkaar overgaan. Dan kan je het eigenlijk laten drogen. Dan heb je je eigen zee. Hopelijk is het gelukt met de zee tekenen. En zie ik je weer in deel 2 van